Stel, je loopt een bar binnen en je wil wat drinken bestellen, je loopt naar de bar en je kijkt de bartender aan. En eigenlijk voordat je de kans krijgt om wat te drinken te bestellen, zegt hij. Wacht, ik heb de perfecte cocktail voor jou. Wat dacht je? Van problemen in Iran, mogelijke retaliation versus uh, Israël. Verhoging van rente in Japan. Dus het verder financieel verkrappen van de economie daar. Hogere werkloosheid in de Verenigde Staten. En even blinde paniek op de markt waardoor alles keihard naar beneden crasht. Nou, dan zeg je natuurlijk, nou nee dankjewel, ik moet nog rijden. In dit geval heb je alsnog een drankje gekregen en bam, hier zijn we dan, wat is de markt, gigantisch even ingezakt. Want ja, die bodem hier in die weken begin juli, daarna het hele mooie herstel van Bitcoin, waarna alsnog de 70.000 een rejection bleek te zijn. Helaas zien we in ieder geval een gigantische rode candle. Zo'n 10.129 dollar voor een week dus. Ook als we dan kijken naar de, de piek van uh, de, deze bullmarkt tot uh, de correctie hier, 32,8%. Ja, natuurlijk is het makkelijk om te zeggen van ja, in de bullmarkt heb je correcties en uh, die zijn eenmaal wat heftig en die kunnen zelfs 50% zijn. Want het was uh, in de bullmarkt, uh, de vorige was het ook ruim 50% correctie, waarna de tweede piek, tevens de laatste piek, uh, behaald werd en einde van de bullmarkt was. Een van de zaken die je wel ziet op het moment dat er rep en roer is uh, in de, op de beurs... Hoe er gehandeld wordt, hoe er gereageerd wordt. Als er we dus wereldwijd, niet alleen op de beurs, maar ook geopolitiek spanningen zijn. zien we dit soort extreme reacties. die overigens vaak voor korte duur zijn. Afhankelijk natuurlijk van de geopolitieke spanningen. wat dan weer resulteert in bepaalde acties. die dan de economie verder kunnen raken. Dat zijn natuurlijk variabelen waar wij geen controle over hebben. Waar we wel controle over hebben. is hoe we daarop reageren, hoe we daarmee omgaan. En wat er dan dus nu aan de hand is. Nou, we zien de week, het is vandaag maandag. De week is net begonnen. En ja, de sluiting was zeker niet gunstig op 58.162. Niet alleen is het uh, resultaat van de afgelopen twee weken volledig te niet gedaan, ook een, uh, een, een deel van de week daarvoor is uh, gewoon volledig uh, gecanceld. En als we kijken naar waar we nu zijn, zitten we dus op een uh, lagere low ten opzichte van de periode daarvoor. Dat is natuurlijk uh, bearish te noemen. Alleen de week is pas net begonnen en dit soort extreme reacties en kijk even naar deze bounce. Want als ik dan wat positief nieuws uh, zou moeten melden zo op, de, op deze korte termijn van wat er vandaag in ieder geval allemaal gebeurd dus is en afgelopen vanaf uh, 12 uur vannacht, zien we voor Bitcoin in ieder geval een 10% bounce. En ja, wat betekent dat? Is dit dan het einde van de correctie en gaan we nu heel snel weer naar de 60.000? Een aantal dingen weten we natuurlijk niet. En zeker die spanning op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, 4,3% werkloosheid is daar gerapporteerd. Ja, en die 4,3% werkloosheid, dat die lijn stijgende is, is niet heel gek op het moment dat de rente al een lange periode natuurlijk heel hoog is. Want het is voor bedrijven ook duurder om geld te lenen. Uiteindelijk worden producten ook duurder en ja als dan uiteindelijk uh, bedrijven misschien wel personeel niet allemaal meer vast kunnen houden, personeel los gaan laten, kunnen consumenten minder consumeren. Ik heb het rieltje vaker opgenoemd. Het is een kwestie van tijd natuurlijk voordat die werkloosheid stijgt en we zien ook iedere keer, op het moment dat die werkloosheid ook in het verleden flink gaat stijgen, zien we dat er ratecuts komen uh, door de Fed. Waarom komen die ratecuts? Nou, als ze de rente natuurlijk maar hoog houden. Dan gaat deze lijn veel harder omhoog en dan zien we meer een exponentiële stijging ten opzichte van een lineaire stijging. Ja, en dat is natuurlijk een probleem, want dan komt Amerika aan een recessie en als Amerika aan een recessie komt, is dat niet goed natuurlijk voor de economie en dus ook niet voor wereldwijde beleggingen. En daar reageert crypto ook op. De vraag is dus nu: hoe snel gaat de Fed de rate, de rente uh, verlagen? Nou, en met dit soort cijfers naar 4,3 en als we dan uh, de rente gewoon op dit niveau blijft, dan kunnen we ervan uitgaan dat uh, nou, dit was met 0,2% gestegen, dat het misschien nog wel naar, met 0,3, 0,4, 0,5% gaat stijgen en dat we binnen no-time op 5% werkloosheid zitten in de Verenigde Staten. En dat zou dan wel zeker wel kunnen betekenen dat we in september wel een renteverlaging kunnen verwachten. Nou ja, wat betekent dat voor Bitcoin? We kunnen natuurlijk niet vanaf uh, 1948 uh, tot vandaag kijken op uh, TradingView... wat al die cycli hebben gedaan voor Bitcoin. Bitcoin bestaat pas sinds 2009. Dus we kunnen alleen maar teruggaan in de tijd tot, uh, ja, tot, tot die tijd. En we zien hier dat de data in TradingView die ik hier voor me heb... zelfs uh, tot 2014 gaat. Wat we in ieder geval kunnen zien is op het moment dat hier uh, de werkloosheid uh, flink aan het pieken was... en er een renteverlaging uh, kwam... Dan zien we eerst hier een, een dipje voor de prijs van Bitcoin. Deze teal kleur is, uh, is Bitcoin. En links zie je de, de schaal. Uh, dit is overigens de maandelijkse chart waar je naar kijkt. Dus in eerste instantie, op het moment dat die rente hier naar beneden gaat... ...zien we dat uh, de, de prijs naar beneden gaat. Dit is overigens de COVID-crash. En we hebben natuurlijk nu niet een COVID uh, aan de hand. Dus die verwacht niet dat uh, dergelijke dip... In de markt gaat komen omdat iets vergelijkbaars of iets van die significantie wat op globale schaal geld uh, ons gaat raken. Dus die kunnen we daar denk ik, wel een beetje negeren. Maar op het moment dat dus die, die rente blijft lange tijd laag, nou, dat is natuurlijk hartstikke fantastisch voor, uh, voor beleggingen en voor crypto. Dat was de boeren voor, uh, voor crypto van 2020 tot uh, november 2021. Nou, toen ging volgens uh, de rente weer uh, stijgen. En dat was uh, april 22, of iets eerder eigenlijk februari 22, ging de rente schij, stijgen. Uiteindelijk ging de rente uh, fors stijgen. Want uh, ja, de werkloosheid was weer uh, behoorlijk laag in de Verenigde Staten. En uh, nou, uh, Bitcoin ging zijn bearmarkt in. Op dit moment zien we dus in ieder geval al dat de boommarkt natuurlijk uh, fors gestart is uh, voor de halving van Bitcoin. Wat 19 april jongstleden was. Dat heeft natuurlijk te maken met uh, de ETF die is goedgekeurd. En heel veel kapitaal wat daar naartoe gegaan is. En nu zien we eigenlijk weer hetzelfde gebeuren. Dus dat die, die werkloosheid gaat omhoog. Dus zometeen gaat de rente weer naar beneden. Nou, mogelijk dat we nog een klein tikje kunnen verwachten voor Bitcoin. Maar ja, als we zien naar nou de tik die hij al gekregen heeft, wellicht zit het er al ingeprijsd. Dus is het een kwestie van wachten nu op die renteverlaging. voordat Bitcoin dus um, ja, aan zijn verdere stijging gaat. Dit is de, de monthly close waar je naar kijkt: 64.000. Bitcoin staat natuurlijk nu een heel stuk lager op 54.000. Bitcoin zit nu ongeveer hier. Dus misschien kunnen we zeggen dat we deze correctie, die we hier hebben gezien. op het moment dat de rente naar beneden gaat, dat we dat eigenlijk nu inzitten. En dat dit in deze boeren, want deze boeren is zeker nog niet afgelopen. Daar ben ik echt voor 99% van overtuigd, in ieder geval voor mezelf. Dus misschien was dit wel de laatste buy the dip waar je echt gigantische premium krijgt. Niet alleen op Bitcoin, ook op Ethereum, Solana en andere grote gevestigde coins in de wereld van crypto. Overigens heb ik vanmorgen, dat deelde ik ook op Twitter en Instagram uh, zelf, uh, want ik had ook in mijn exit-strategie overigens, als je die nog gemist hebt, mijn exit-strategie op crypto staat nu online. Ik uh, zal ook even een linkje toevoegen hier, uh, die zie je rechtsboven in uh, beeld verschijnen. En anders moet je gewoon even naar mijn YouTube-kanaal gaan, want het is namelijk uh, de ene laatste video die ik gepubliceerd heb. En dit is dus de meest recente. Wel relevant om te kijken, steek je wellicht nog wat van op uh, en uh, haal je er nog wat tips uit om toe te passen op je eigen strategie. Ik denk dat dat uh, relevant is om natuurlijk je... Uh, je winst, je, je verwachte rendementen uh, ja, te maximaliseren. Dus kijk er zeker naar die video. In die video vermeldde ik dus ook dat ik recentelijk een deel van mijn Solana-positie had verkocht, omdat het onderdeel van mijn strategie is. Nou, met deze enorme dip die we nu zien, en, en wat ik van overtuigd ben, is dat zeker een horizon van nog zeker een, een jaar vooruit, uh, dat uh, nog veel hogere prijzen gaan zien in deze boeren. Zeker met die renteverlagingen die eraan zitten te komen. Kijk, hoe geopolitiek dingen, dingen uh, uiteindelijk zich uitspelen, dat weet je gewoon niet. Daar kan je, daar kan je niet op wachten. En als er één ding in ieder geval wel tot op heden gebleken is, dat, dat wat voor crisis er ook is, dat we er altijd weer sterker en beter uitgekomen zijn. Dus naarmate dus de, 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 de belangen, hoe de belangen liggen, uh, wat de effecten zijn van, van incidenten ergens op de wereld, wordt er gewoon ingegrepen, afspraken gemaakt en gaan we weer vooruit. Dus ik ben er in ieder geval van overtuigd dat crypto uh, nog uh, een hele mooie zomer tegemoet heeft. En daarom heb ik dus een klein stukje van mijn uh, verkochte Solana-positie uh, vanmorgen weer teruggekocht. Op uh, 119 dollar stapte ik in. Het was zo'n 109,93 euro, uh, 93, meen ik, uh, bij BitVavo een order geplaatst. En uh, gelukkig is BitVavo gewoon stabiel ook uh, al lange tijd. Dus het is altijd prettig als je dat soort transacties uh, wil doen. Dan wil je namelijk gewoon snel kunnen handelen en ook daarbij geldt van ja, wat is dan de absolute bodem? Kunnen we niet nog verder naar beneden? Kunnen we niet nog zakken? Ik weet ook niet precies tot, tot welk punt we zouden kunnen zakken. Want dat is natuurlijk gewoon heel erg afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt en hoe hevig dat is. En, en wordt, is er dan een cel of wordt alles verkocht en gaat, wordt alles geliquideerd en gaat alles naar nul bij wijze van spreken? Ik acht die kans heel erg klein en we zien wel natuurlijk die angst in de markt. We zitten weer op 25, we zitten op extreme fear, wel aan de bovenkant daarvan, maar wel... Weer lager eigenlijk dan dit punt. Ook, en we kijken hier op de weekly chart. Kijk even naar die Relative Strength Index. Die is ook weer ietsje lager ten opzichte van de Relative Strength Index hier. Op het moment dat je hier ingestapt was, had je een behoorlijk ritje kunnen maken naar boven. En voor Bitcoin, want daar kijken we dan even naar. We praten dan over toch een stijging van zo'n 30% in een paar weken tijd. Dat is natuurlijk snel verdiend als je dan zou verkopen. Dus de indicatoren staan ontzettend laag. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, er genoeg momentum in de markt is uh, om weer ja, terug naar boven te klimmen. Uh, deze chart zoals hier getekend is, heb ik niks aan gewijzigd. Wat wil ik heel graag zien uh, voor Bitcoin? Ik wil heel graag zien dat Bitcoin gewoon weer terug uh, eigenlijk hierin gaat komen. Ik heb niet even de lijn, je kunt natuurlijk meerdere lijnen nu gaan tekenen, omdat het uh, patroon uh, wat aan het veranderen is. Ik wil gewoon graag zien dat Bitcoin uiteindelijk op het niveau van zo'n nou, in ieder geval 58.674. Ik zie graag dat Bitcoin uh, wekelijks sluit op dat niveau. Dat betekent namelijk dat deze low die hier is geprint, die is in ieder geval hoger ten opzichte van de low die hier staat. Dus als Bitcoin toch kan klimmen van oh, nou, het viel blijkbaar toch al mee en er is nog steeds vertrouwen in de markt, misschien hebben we een beetje overdreven gereageerd. Nou wordt weer opgekocht, wordt geïnvesteerd. Uh, uiteindelijk uh, leidt dat dus uh, tot een wekelijkse sluiting hier. Dan zou dat mooi zijn, want dat betekent dat we weer terugzitten op het, boven die lijn. En dat er dus weer een hogere low op de weekly is. Uh, uh, trouwens, ja, een hogere low op de weekly is neergezet. Nog niet een hogere high. Tuurlijk willen we dat zien als we praten over trend reversal. willen We niet alleen een higher low, maar we willen ook uiteindelijk een higher high. Daarom staat deze lijn hier nog steeds uh, 68,39. Dat is natuurlijk uh, de piek van de boel geweest in de 21. En logischerwijs en dat, uh, daar hoef je niet uh, super slim voor te zijn wil je gewoon dat Bitcoin boven de 73.836 dollar gaat sluiten want dan en daar steun vindt en doorgaan. maar daar zijn we gewoon nu even niet we hoeven daar vandaag uh, nog niet uh, ons over te verwonderen van nou dat zal al volgende week wel zijn Het zal niet volgende week zijn en uh, ook nog even voor jullie uh, beeldvormingen als je nu in één keer het een beetje warm onder de voeten krijgt dan denk je oh jeetje wat moet ik nou doen is de bermarkt al begonnen nou nogmaals uh, nee wat mij betreft de bearmarkt is helemaal niet begonnen Renteverlagingen zitten eraan te komen, De inflatie uh, is, gaat steeds lager. Dus gaan heel veel dingen ook gewoon goed. Ja, bijna tikt Bitcoin die lijn van die 48.000 aan. Wat natuurlijk een significant niveau is. Hè? Want uh, uiteindelijk in maart 22 hier een rejection gekregen. Om pas februari 24, bijna twee jaar later, weer boven dit niveau te komen. Dus als hier dus een bounce komt, hè, dan is dat... Sowieso een positief teken als die hier doorheen zakt. Wat je bijvoorbeeld bij Ada ziet in de chart. Ziet er niet sterk. Ada ziet er echt niet goed uit. Die zit inmiddels hieronder. Chainlink bijvoorbeeld, die, ja, die, die bounce ook precies op dit cruciale niveau. Dat is eigenlijk wel betere tekenen voor, ja, voor stevigheid. En het feit dat bitcoin natuurlijk uh, in ieder geval een bounce opwaarts maakt, uh, is mooi. Maar goed, we moeten afwachten uh, wat deze week verder nog te brengen heeft. Maandag is in ieder geval spectaculair uh, begonnen. En afgelopen week natuurlijk al die daling fors ingezet. En uh, ja, kwestie van afwachten waar uh, de bodem uh, zich gaat zetten. Ik uh, wacht niet tot de ultieme bodem. Ik vind dit een, een, een goed moment om de, om de dip eigenlijk op te kopen. Nogmaals, vanwege alle argumenten die ik eerder al heb aangehaald. Nou, heeft alleen crypto dan last uh, van, uh, van wat er op de wereld gebeurt? Nee, natuurlijk niet. SP ook echt uh, in de afgelopen weken fors gedaald. Tot op de bodem uh, zo'n zo 10%. Nou, 10%. De correctie hier eerder was uh, 5,6%. Dus correction-wise op zich niks mis mee. Hier zien we nog een gap. Nou, die wordt vast opgevuld. En ook hier bij de Nasdaq. Uh, die sluit, uh, of die sluit niet. Maar die heeft zo'n zo 16% ingeleverd in een vrij korte tijd. Ja, behoorlijke correcties zitten ook onder de bull market support band. Links zie je de, de 20, 50, 100 en 200 exponential moving average. En nogmaals, uh, dit zijn altijd, uh, print dat goed in je oren. Dit blijf op dit kanaal ook volgen. En zeker in de toekomst, in de bear van uh, in 2026 zullen we maar even zeggen. Op het moment dat straks de prijzen weer richting die 200 exponential moving average gaat, ja, dan is het gewoon bingo, daar koop je echt voor bodemprijzen in. En dan kan je gewoon genieten de weg naar boven. Want als ik gewoon even simpelweg genomen vanaf dit punt, bijvoorbeeld, pak, niet eens de absolute bodem. Maar stel je voor dat je ergens hier was ingestapt, dan had je op de top al 48% gepakt bij de SP. En bij de Nasdaq is dat nog wel een stuk meer, 87%. Dus nog even een sidestep. Ook voor de, voor de tijd die nu nog komen gaat, maar voorlopig gewoon nog de boel in. Overigens nog één dingetje voor Bitcoin, waar ik ook nog bij stil was staan op de daily. Kijk even naar deze niveaus, uh, jongens en meisjes. Uh, de RSI onder de 30 op de daily voor Bitcoin. Het zijn gewoon echt zo'n koopmoment gewoon. Kijk hoe laag die staat. 27.2. Dus in deze dip. Ja, ik, als je denkt van ik wil nog bijkopen, dan, uh, de, ja, dan zijn dit cadeautjes. Dan zijn dit cadeautjes. Mits natuurlijk, je moet altijd blijven kijken wat gebeurt er gebeurt in de wereld. En ja, er gebeurt, er gebeurt altijd wat in de wereld. Maar is het dan allemaal zo'n rampscenario dat, dat in de komende jaar alle winsten gaan verdampen? Nou, daar geloof ik gewoon niet in. Ja, hoe herstelt Ethereum dan? Nou, Ethereum natuurlijk ten opzichte van de top. En dan praten we over maart. Nou, Bitcoin was daar ook op de top. Een correctie van 48,43%. Nou, dat hebben we bij Ethereum in het verleden ook wel eens gezien. Hè? Gewoon 60% correcties. En kijk even wat er daarna nog volgt. Dus mijn punt ook hier is, in een boeren, correcties ja, zijn... ...echt wel pijnlijk op de korte termijn. Je ziet gewoon een groot deel van je portefeuille op papier verdampen. Ik heb ook al vaker gezegd, zeker in de wereld van crypto... ...pak gewoon even je, uh, je, je, je netto vermogen in crypto... ...haal er gewoon 25% vanaf en houd dat gewoon even aan... ...van nou, wat zou je dan uh, nu waard zijn? En zeker met een correctie kom je ongeveer op dat bedrag uit... En als, je, als dat allemaal te veel voor je wordt, of het wordt heet onder de voeten, wordt het tijd om winst te nemen. Nogmaals, kijk daarom ook mijn video over mijn exit strategie. Ik ga namelijk uh, in de weg naar boven verkopen. Ik ga niet wachten tot het, uh, tot het waarschijnlijk de bear-markt ingaan. Of wat dan echt exact de top gaat zijn, is gewoon heel moeilijk voorspellen. En ook je ziet gewoon wat er in een week kan gebeuren en in twee weken. In crypto gaat het zo ongelooflijk hard. En zeker altcoins. Altcoins kunnen gewoon in een week 50% verdampen. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat je met lege handen uh, naar huis gaat. Of misschien wel zelfs met verlies uiteindelijk, afhankelijk van je instapmoment natuurlijk. Ook Ethereum zien we dus wel weer wat opkrabbelen. Die pakt hier gewoon zelfs bijna een bounce. We zitten hier op de weekly, op de 200 exponential moving averages. En dat zijn, dat zijn niveaus waar je je vingers bij kan aflikken. als je daar natuurlijk uh, had bij kunnen kopen op dat soort prijsniveaus. Eén plaatje nog deze video en dat gaat over de dominantie van Bitcoin. Ook hier mijn case, als we het hebben over de bullmarkt. Deze lijn omhoog, dat betekent gewoon dat Bitcoin het beter doet ten opzichte van de meeste altcoins. Het is niet voor niets dat Bitcoin de grootste, het grootste stuk van de taart heeft: 56,9% van het total market cap gaat naar Bitcoin. Dus op het moment dat je in, in de wereld van crypto nieuw bent. Uh, je hebt geen bitcoin in je portfolio. Ja, dan doe je jezelf gewoon tekort: omdat bitcoin steviger is en een veel steviger fundament heeft dan vele altcoins. Dus op het moment dat bitcoin eens dus een drop maakt, zoals we dus nu zien. Ja altcoins die droppen gewoon minimaal twee keer zo hard. Dus als bitcoin 10% daalt, dan kunnen altcoins 20, 30, 40% dalen afhankelijk van welke altcoin het betreft. Dus de volgende keer, als je die bar binnenloopt en je wil een drankje bestellen bij de bartender en die begint over een of andere cocktail. Dan zeg je: luister, ik heb het al lang bedacht. Wat ik wil, inflatie naar beneden. Eerste rate cut van de Fed, zodat die onder de 5,5 komt. In ieder geval naar de 4 toe gaat. Zodat de werkloosheid in de Verenigde Staten niet explosief toe gaat nemen en daar blijft. Zodat we in ieder geval in een recessie komen. En zorg dat deze rate cuts er ook voor zorgen dat die drop voor Bitcoin naar wat we hebben gezien, tot zelfs iets onder de 50k dollar. We hebben natuurlijk die, die drop hier gezien, maar dat we gewoon heel erg hard gaan bouncen. En deze boeren in ieder geval ruim boven de zes cijfers eindigen. En dan zeg je dankjewel, geniet je van je drankje en heb je een fantastische avond. Tot de volgende aflevering.